Schiphol telt op dit moment 106 luchtvaartmaatschappijen met vaste lijndiensten. In de serie Airline Portret neemt Schiphol TV een kijkje bij de verschillende airlines. Deze week een van eigen bodem, Amsterdam Airlines. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's your captain speaking. My crew would like to welcome you on board this Airbus 320 towards Nador. Amsterdam Airlines is een jonge, groeiende, onafhankelijke en 100% Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Tot ziens. We vliegen waar onze klanten willen dat we heen gaan. Dat zijn chartervluchten voor tour operators, voor de overheid, voor iedere partij die een vlucht van ons wil huren. Wij verhuren ook vliegtuigen aan andere maatschappijen met bemanningen, onderhoud, etc. Amsterdam Airlines vliegt op dit moment naar 7 bestemmingen. En deze zomer komen daar nog ongeveer 5 vakantiebestemmingen bij. In Marokko vliegen we naar Tanger en Nador. Turkije vliegen we naar Kayseri, Ankara, Antalya ook deze zomer. We vliegen bijvoorbeeld naar Tel Aviv voor een tour operator. En ook bestemmingen als Erbil en Sulaymaniyah in Irak staan op het programma de komende zomer. What's it like to fly for Amsterdam Airlines? Well, actually, it's a great opportunity to fly here, especially in a time where everybody is firing pilots. Amsterdam Airlines is now hiring pilots. I mean, yeah, it sounds very good. We vliegen nu met 2 A320 vliegtuigen. En Amsterdam Airlines wil het derde vliegtuig per mei dit jaar aan de vloot toevoegen. En dan willen wij de komende, zeg, 2 jaar uitbreiden, de vloot uitbreiden tot ongeveer 6 vliegtuigen. Kijk voor meer informatie over Amsterdam Airlines en alle andere luchtvaartmaatschappijen op schiphol.nl/airlines. Tot ziens, tot thuis.